Oké, goedenavond allemaal voor de kijkers thuis. Goed dat jullie er zijn. Ik ga even in beeld staan. Laat even weten of jullie mij goed kunnen horen. Anders kan ik misschien de telefoon iets anders zetten. En anders ga ik wat harder praten. Oké, geen berichten. Dat is mooi. Oké, we gaan beginnen. Eerste oefening is de squat. Squat, belangrijk is dat je vanuit je hakken eerst je heupen naar achter duwt, tot 90 graden gaat zitten en weer omhoog komt. Op die manier. Wil je het zwaarder maken, kan je een tas vastpakken of iets wat zwaar is. En dan kan je met de tas gaan squatten. Wil je het lichter maken, kan je een halve squat maken. Ga je niet tot 90 graden. Maar iets minder. Oké, top. Tweede oefening is de push-up. Daarvoor zou je een matje kunnen gebruiken. Ja, push-up. Handen onder je schouders. Zak door. Je komt weer omhoog. Zorg dat je lichaam recht blijft. Kun je deze makkelijker maken. Zet je knieën op de grond. En zak je vanuit daardoor. Wil je het moeilijker maken, kan je een klein sprongetje erin doen. Op die manier. Derde oefening zijn lunges. Stap uit, zorg dat alle twee de benen 90 graden zijn. Wil je deze makkelijker of moeilijker maken, kan je ook weer met de tas lunges gaan maken. Wil je hem makkelijker maken, maak de lunges iets minder diep. Dan kom je tot daar en dan stap je weer terug. Vierde oefening. Leg raises. Daarvoor heb je een matje nodig. Je kan het ook zonder een matje doen. Leg op je rug liggen. Je handen kunnen onder je heupen geplaatst worden. Met de rechterbenen recht omhoog. En net niet de grond aantikken. Wil je deze moeilijker maken, ga je met een klein hupje omhoog. Wil je die makkelijker maken, buig je knieën. Vijfde oefening. Daarvoor kan je dumbbeltjes gebruiken. Je kan ook twee flesjes water gebruiken. Met het bicep curl. Leg je arm omhoog. Wil je hem zwaarder, eventueel zwaarder maken, zou je hem ook met een tas kunnen doen. Pak je de tas vast. Ga je vanuit daar met de tas, maak je dezelfde beweging. Oké, dat waren de vijf oefeningen. Ga ik even de tijd inzetten. Oké, wij gaan 45 seconden werken met 15 seconden rust ertussendoor. Na de 5 oefeningen hebben we even een minuutje rust. Dan kan je even wat drinken, kan je even op adem komen. Ja, dus 45 seconden werktijd, 15 seconden rust. Tijdens die 15 seconden rust leg ik ook uit welke oefening de volgende is. Ja? Oké, even het geluid aanzetten. Oké, klaarstaan voor de squat. Wij beginnen over 3, 2, 1. En wij zijn begonnen. Denk eraan, deze zou je ook met een tas kunnen doen. Vind je hem te zwaar? Maak het een halve squat. Zet even de muziek wat harder. En we zijn halverwege. Laatste 10 seconden.
En rusttijd. Oké, okay, volgende oefening is de push-up. We beginnen over 3, 2, 1 en daar gaan we. Vind je deze te moeilijk? Denk eraan, mag die ook op de knieën. Vond je nog makkelijk? Mag die ook met een sprongetje. Denk erbij dat je lichaam goed recht houdt. Nog 10 seconden. En rust. Volgende zijn de lunges. 3, 2, 1. En daar gaan we. Zorg dat je benen naar 90 graden gaan. Wil je de makkelijke variant doen? Maak een klein stapje. Maak je de boog iets minder. Verzwaard. Kan je natuurlijk altijd met zwaarder gewicht doen. En we zijn op de helft. Laatste 10. Oké, en rust. Gaan we lekker liggen. Klaar liggen voor de leg raises. 3, 2, 1. En dan gaan we rechterbenen naar beneden. Kun je hem zwaarder maken. Doe je met het extra hupje. Wil je hem lichter maken. Buig je knieën. Let ook op je ademhaling. En rust. Zijn we aangekomen bij de laatste oefening. De bicep curl. We beginnen over 3, 2, 1. En alle twee tegelijk omhoog. Alle twee tegelijk laten zakken. Laat me ook vooral in de comments weten met wat jullie hier doen. Een waterfles, een tas, colaflessen, noem het maar op. Let op je ademhaling. Adem goed in en blaas je uit. Nog 10 seconden. Even niet je rust. Zorg dat je even wat de water naar binnen werkt. Oh, we hebben 36 kijkers. Dat klinkt, dat gaat goed. Oké, ready. Nog 30 seconden. Beginnen we aan ronde 2 van de 4. We gaan zo weer beginnen met de squats. Nog 10 seconden rust. En 3, 2,
Okay. Dan gaan we weer. Denk eraan. We gaan het altijd met een gewicht doen. Let op je ademhaling. Blaas even als je omhoog komt. Nog 10 seconden. Drie, twee, één. Rust. Volgende is de push-up. Drie, twee, één. En dan gaan we. Laatste 10 seconden. Drie, twee, en rust. Volgende oefening is de lunges. Diep in, diep uitademen. En dan gaan we weer. Ook hierbij denk aan het uitblazen. Laatste 10 seconden. En dan kunnen we gaan liggen op het matje. Nog 10 seconden. En kom overeind. Pak je dumbbells of waterflesje of wat het ook is. Pak hem alvast. 3, 2, 1. Dan gaan we. Goed over de helft. Nog 10 seconden. Nog eventjes. 3, 2, 1. En leg maar neer. Drink weer even wat. Thank you.
30 seconden rust. We beginnen aan de derde ronde van de 4. We beginnen weer als eerst met de squats. Adem een paar keer goed in en uit. We beginnen op 5 seconden. En dan gaan we weer. Nog 10 seconden. En rust. Gaan we naar de push-up. Nog eventjes 10 seconden. En dan gaan we naar de derde oefening, de lunges. Top, top, top. En dan gaan we weer. Denk aan uitstappen naar 90 graden. Let op je ademhaling. Nog eventjes. 10 seconden. Plaatsnemen op een matje. En 3, 2, 1. Gaan we weer. Nog 10 seconden. En kom maar overeind. Pak je dumbbeltjes maar vast. Of je schooltas, boekentas. 3, 2, gaan we weer. Thank you.
Nog 10 seconden. En bijna ronde 3 erop zitten. En dat was dan maar weer voor ronde 3. En weer even een slokje. Kijk, comments, helemaal top. Goed te verstaan. Mooi. Even kijken. Nog 25 seconden rust. Vierde en de laatste ronde. Adem even diep in. Adem en uit. Nog 10 seconden. Gaan we beginnen met de squat. Over 3, 2, 1 en dan gaan we weer. Vierde en laatste ronde. Vergeet niet te letten op je ademhaling. Nog 10 seconden. En rust. Next is de push-up. We beginnen over 3, 2, 1. En zo. Let op je ademhaling. Laatste 10 seconden. En rust. Derde oefening, de lunge. Nog 5 seconden. En dan gaan we. Ik hoop dat jullie morgen aan mij gaan denken als jullie de trap aflopen. Dan hebben jullie goed meegedaan. Nog 10 seconden. En rust. Het laatste op je matje. Vijf seconden. En we halen. Nog 10 seconden. En staan we op.
laatste oefening. Nog 5 seconden. En dan gaan we. Over de helft. Laatste oefening van de laatste rondje. Tien seconden. En dat was hem. Nou, dat was het voor vandaag. Ik zweet in ieder geval goed. Hoop dat jullie het ook hebben gedaan. Laat weten wat je ervan vond in de comments. Volgende week geeft Kai de hit. Dan kijk ik mee en dan geeft hij de les. Hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!